Marcia, je hebt de Blended Learning opleiding gedaan. Ja. Waarom heb jij daarvoor gekozen, voor Blended Learning? In verband met de tijd ook, dat ik niet elke twee dagen in de week naar school hoef. Dus één keer in de drie weken. En gewoon zelf de eigen het initiatief om gewoon thuis gewoon ook gewoon te kunnen leren. Ja. En huiswerk te maken en die opdrachten voor te bereiden. En hoe was dat thuis deel, zeg maar? Als je gewoon goed gedisciplineerd bent en een motivatie voor jezelf hebt, dan is dat goed te doen. Oké, en ben je dat? Ja, ik wel. Ja, ik kan het zeggen van wel, ja. Oké. Theorieën heb je inmiddels? Ja. Nu nog alleen het rijden? Ja, de rijproef, ja. Okay. En hoe ben je op het idee gekomen om de opleiding tot rijster überhaupt te gaan doen? Vanuit de zorg wilde ik een carrière switch maken, ook om gewoon meer eigen baas te zijn, in vrije tijd ook gewoon mijn eigen agenda kunnen beheren. En ik wil me heel graag specialiseren, ook nog in autisten en ADHD, om dan toch de zorg, dat ik dat toch nog een beetje zorg kan geven, zeg maar, op een ander vlak, zeg maar. Blended learning is met thuisgezin goed te combineren? Combineren, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe ben je op het idee gekomen om blended learning te gaan doen? Want ja, het is niet heel gewoon om blended learning te doen, zeg maar. Nou, je komt natuurlijk ook wel helemaal, de e-learning is dat, geloof ik, ja, hè? Dus helemaal dus geen klassikaal moment en dat zag ik dus niet zitten. Het is wel fijn om een stok achter de deur te hebben en als je vragen hebt en dat er toch wel dingen zijn waar je tegenaan loopt, dat een docent dat gewoon en in combinatie met klasgenoten, dat het... Ja, dat je daar gewoon wat meer aan hebt, zeg maar. Als dat je helemaal op jezelf bent aangewezen. Ja, precies. En als we dat dan kijken, in de klas heb je een docent, maar had je er thuis ook nog behoefte aan of niet? Ja, ik heb af en toe met Patrick af en toe nog wel wat mailcontact en af en toe een verzoekje gedaan van nou, bel me maar even op het moment dat dat lukt. Dan loop daar en daar tegenaan of ik snap dat en dat niet. Ja. Dus je stond het niet helemaal alleen voor? Nee. Oké. Nee. Okay. En daarna, wat was daarna je plan? Toch eerst maar even wat ervaring op gaan doen in loondienst. Oké. Ja. En dan eventueel daarna nog om te kijken. In de toekomst kijken om wat voor mezelf te beginnen. Ja. Maar omdat ik natuurlijk al wat ouder ben, vond ik het wel heel erg lastig om echt gewoon met de laptop of met de iPad gewoon zo op beeld te moeten leren. Ja. Ik heb alles uitgeprint, want ik wil gewoon lekker schrijven en gewoon kunnen arceren. Dus ja. Omdat ik nog uit het tijdperk van de boeken en de schriften ben, zeg maar. Dus Kijk. Daar had ik wel heel erg moeite mee. Maar goed. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Helemaal goed.